Rens van de Waterbank, hindernis 4 voor Philip Rens. En hindernis 5, de Bourgogne-hindernis, dat is nu Philip Rens die daar zit. Snelle rit zagen we ook, onder de 50 seconden was dat voor Jeroen de Schutter, maar als ik het goed voor had, heeft hij wel een balletje laten vallen in hindernis 4. Jeroen de Schutter, die rijdt hier nu voorbij. En geeft u een uitredend applausje, eerste manner die de Vierspan Pony rubriek beëindigt, Nicolas Dedon, zijn wedstrijd zit erop. Zet de bok van elkaar, kom op, kom op.